Erik Jan. Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Hans Schil. Ik werk hier. En dan had ik me voorgenomen om een prachtig epistel te maken over het uitvaartcentrum, over alles waarom dit zo mooi is. Aan de andere kant dacht ik van ja, ik ben niet zo heel erg interessant. Ik vraag iemand die dat veel beter kan dan ik. En die ook wat dat betreft daartoe genegen is. Dus ik heb Anita Witsier gevraagd om jullie welkom te heten. Dadelijk de openingshandeling te doen. En het zal u niet verbazen dat zij hier is. Dames en heren, Anita Witsier. Nou, dankjewel. Ik moet jullie even corrigeren, want het is niet zo dat jij niet interessant genoeg bent om deze opening te verrichten. Maar we dachten natuurlijk, althans jullie dachten, voor de publiciteit is het misschien wel heel goed om Anita uit te nodigen. Nou, je ziet het! In grote getalen. Maar ondanks dat wil ik u buitengewoon hartelijk welkom heten op deze stralende zaterdag. Het is allerminst vanzelfsprekend dat je met dit mooie weer hier naartoe komt. Maar ik vind het geweldig dat u toch de moeite heeft genomen om dat te doen. En ik wil Hans meteen even bedanken voor de uitnodiging aan mijn adres. Dat ik zo dadelijk die officiële openingshandeling mag verrichten. Een bloeiende onderneming, maar wel een onderneming die nooit de uitgangspunten van het begin uit het oog is verloren. Persoonlijke aandacht, piëteit. En dat zijn ook de kernwaarden van Monuta. Lokaal, persoonlijk en ondernemend. En vanuit het ondernemerschap is een paar jaar geleden besloten, jongens, zo kan het niet langer. We moeten echt een grootscheepse verbouwing aangaan. We moeten mee met onze tijd. We moeten de families die bij ons komen datgene kunnen geven waar ze behoefte aan hebben. Nou, er is een masterplan gecreëerd. Dat is het resultaat van allerlei wensen van zowel families als personeelsleden. Er was bijvoorbeeld een grote behoefte aan 24 uur familiekamers. Nou, die zijn gerealiseerd. U gaat ze straks ook met eigen ogen bekijken. En ik heb het zelf al net even mogen zien. Het is heel raar te zeggen, maar wat een gezellig uitvaartcentrum. Ja, maar het is echt een plek waar je geborgen voelt en waar je je getroost kan voelen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is op zo'n moment in ieders leven. Ja, het is dus nu 7 mei 2016 en dan is het tijd om samen met u het prachtig vernieuwde Monuta van de Tocht te heropenen. Zal ik het maar zo zeggen? Ja. En jij zei het al, Monuta van de Tocht is klaar voor de toekomst. Nu alvast een groot proficiat aan jullie adres. We gaan het lint doorknippen. De officiële opening van Monuta van de Tocht. Ja? Ja, hij kan? Ja hoor. Ja. Tadaa! Ja, gebeurt niet altijd, hè? Nee, toch niet altijd. Ja. Nou, u staat hier inderdaad in een 24 uur familiekamer. Het mooie hiervan is dat de mensen krijgen een sleutel. Met die sleutel kunnen ze via een aparte ingang kunnen ze in deze kamer komen. En dat betekent dus op het moment als ze dat willen, als ze daar behoefte aan hebben, kunnen ze elk gewenst moment van de dag kunnen ze hier naar binnen om bij een dierbare overledene te zijn. We hebben in deze kamer hebben een aparte ruimte waar de overledene opgemaakt is, omdat niet iedereen gelijk geconfronteerd wil worden met een overledene. Dus dat hebben we hier achter staan. En de mensen die kunnen het hier huiselijk maken, er staat een koffiezetapparaat, ze kunnen die een drankje meenemen. Via het tv-scherm kunnen ze een filmpje draaien of ze kunnen muziek draaien. Dat zien we regelmatig terug met vakantiefoto's, vakantievideo's. Dus we proberen de mensen echt op een dusdanige manier hier te ontvangen dat ze zich ook in deze hele moeilijke tijd prettig voelen. Gewoon dat ze zich op hun gemak voelen. Gewoon op hun gemak voelen, zonder dat ze daar echt de hele tijd geconfronteerd worden met het idee van ja, ik ben in een uitvaartcentrum. Ja, maar het is gewoon een huiselijke kamer, warm ingericht. Mensen moeten zich hier nogmaals in de moeilijke omstandigheden moeten zich op hun gemak voelen. Deze stukken zijn bedoeld als inrichting en deze zijn speciaal door Monuta gevraagd om aan te passen aan de inrichting van het hele pand, zeg maar. Daar hadden ze bepaalde ideeën over en ja, dan worden wij gevraagd om dat zo in te richten dat het mooi gaat passen bij het geheel. En zo zie je ook door het hele pand zie je deze creaties terugkomen. Dat staat voor rust en reinheid en een prettige sfeer te kweken voor de mensen die hier komen. Wat u hier ziet is een prachtige poster van een acacia. We hebben ook bewust ervoor gekozen om de kamers een naam te geven.
Dat is ook weer persoonlijker. Je kan ook zeggen het is familiekamer 1 of het is familiekamer 2. Nou, daar hebben onder onze eigen medewerkers hebben een prijsvraag uitgeschreven om de namen te benoemen. En daar uiteindelijk zijn de namen van de bomen uitgekomen. Ook weer om die persoonlijke tint te geven. Hier wordt de overledene opgebaard. Middel van een kistkoeling, 24 uur per dag, gewoon in een gekoelde ruimte. En als mensen dat niet willen, dan kunnen ze altijd aan deze kant van de ruimte blijven. Welke kamer is dat trouwens? Dit is de plataan. En zoals u ook kunt zien, hebben we dat nog eens extra beaccentueerd door een hele mooie poster van een plataan daar neer te zetten. Kijk, en dan hebben wij een bloemstuk. In dit geval hebben wij dat zo uitgevoerd. En natuurlijk een hele andere samenstelling, omdat wij ook willen laten zien wat de mogelijkheden zijn. Je ziet heel vaak dat er natuurlijke materialen in de bloemstukken verwerkt worden, maar ook orchideeën. En er zitten natuurlijk ook vaak linten aan de arrangementen. En een heel leuk detail is, als wij dan voor de familie bijvoorbeeld een heel mooi stuk in het roze paard leveren, dan kunnen ze hier bij Monuta kunnen ze zelfs de vloerverlichting aanpassen aan de stijl van het arrangement. Dus dat is ook wel echt iets heel nieuws en een noviteit. Het mooie is dat we een ontwikkeling zien waarbij mensen steeds meer vanuit hun eigen gevoel en uit hun eigen persoonlijkheid keuzes gaan maken ten aanzien van het vormgeven van de uitvaart. Even als een voorbeeld, 30 jaar geleden is mijn oma overleden en toen kwam er een uitvaartondernemer uit Rotterdam en die zei we gaan vrijdagmiddag om 3:15 gaan we cremeren en ik heb die kist uitgekozen. En die stukjes muziek, nou, dat is een beetje heel erg zwart-wit. Maar de keuzes waren toen nog niet zo bepalend door de familie zelf. En de uitvaartondernemer, op basis van zijn ervaringen, ja, die gaf vaak aan wat de gewone gang van zaak was. Tegenwoordig zien we dat mensen steeds meer bewust bezig zijn met het vormgeven van hun uitvaart. Het is zo, en dat proberen wij ook te promoten, dat een uitvaart best wel een verlengstuk mag zijn van een leven. Ja. En als je dat op die manier doet, en dat kan door bloemen zijn, maar dat kan door muziek zijn. Hè. We hebben nu een jazzcombo hebben wij spelen. Nou, dat kan ook heel goed dat die uitgenodigd worden voor een uitvaartplechtigheid. We hebben champagne heeft net binnengekregen. Nou, het zal niet voor het eerst zijn dat mensen ook bewust kiezen voor champagne tijdens een uitvaartplechtigheid. Een broodje kan altijd, een plakje cake kan altijd, maar steeds meer persoonlijk. Nou, en daar proberen wij op allerlei manieren, wij door deze kamers, door de kisten, Anneke door de boeketten en door de bloemstukken. We proberen steeds meer die persoonlijke vormgeving proberen wij te benadrukken bij de mensen. Ja, want voor sommige geloven is het ook een viering voor het leven. Ja, nou, we hebben natuurlijk heel veel te maken met multiculturele achtergronden. En mensen die op hun specifieke manier omgaan met de dood. En daarin proberen wij ook zoveel mogelijk in tegemoet te komen. Vindt het mooi geworden? Ik vind het ontzettend mooi geworden. Heel erg positief. Ja, ik was. Sans faire